Als dat nou maar geen voorteken is. Pas na een extra zetje geeft de nieuwe Intercity zich prijs. Zo gaat hij eruit zien. Een kenmerkende snuffert en een nieuw interieur met een indeling in zones. Je kunt kiezen voor reizen in stilte, werken aan extra grote tafels of ontmoeten. Loungebanken, ook een onderdeel van ons treinconcept, vooral in de zone ontmoeten. Een loungebank faciliteert daarin. De reizigers kunnen lekker bijpraten met elkaar. Natuurlijk is er traditioneel veel kunst toegepast in de trein. Bijvoorbeeld in de wc's. Ja, die zijn er. Straks dan, want het is nog even geduld voor we echt kunnen instappen. Nieuwe treinen ontwikkelen duurt lang. Afgelopen woensdag is de productie begonnen. En over een jaar hopen we dat de eerste testtreinen klaar zijn. En NS gaat niet over één nacht ijs met de opvolger van de Vira. Want de Intercity gaat straks ook met 200 km per uur over de hoge snelheidslijn rijden. Waar de Vira al na een paar weken technische ellende vanaf gehaald werd. Nou, om dat te voorkomen zijn we vooral veel meer betrokken. Het begint nu al in het ontwerptraject. Maar straks ook bij het testen en het bouwen zijn we veel meer betrokken. Bij alle keuzes die leveranciers maken en bij de kwaliteit van wat ze leveren. Zit u straks met een gerust hart en extra beenruimte in de Intercity. En zoals we de hondenkop hadden, wordt deze al wasbeer genoemd. Of sluipwesp, gele cobra, Zorro, 4B, snuitje.